Minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil de Westlandse aanpak van fraude van Oost-Europese werknemers in de tuinbouw landelijk doorvoeren. Dat heeft hij maandag gezegd tijdens een werkbezoek aan het Westland. De gemeente wil een verplichte registratie invoeren, want dan wordt er ook belasting aan de gemeente betaald. De plannen van Proost, de nieuwe organisator van De Haagse koninginnennacht, zijn door de gemeente goedgekeurd. Dat betekent dat Proost een subsidie van 225.000 euro krijgt. Ondanks deze financiële injectie heeft Proost voor dit jaar de financiën nog niet rond. De gemeente verwacht dat dat wel gaat lukken. Proost zal namelijk in gesprek zijn met verschillende sponsors. De oehoe die vorige week in Alfa aan de Rijn is gevangen, is maandag naar Vogelpark Avifauna gebracht. De grote uil belaagde al een paar maanden honden en katten in zijn territorium rond het Rijnlandziekenhuis. Vorige week vloog hij zelfs op een jongen af, maar belandde daarbij tegen een raam. En zo kon hij worden gevangen. Of de Oehoe permanent in het Alversen Vogelpark blijft, is nog niet zeker. Daarover wordt later beslist. De campagne maak er weer een feest van Stop Huiselijk Geweld is maandag gelanceerd in Den Haag. Er zijn op stations folders uitgedeeld over huiselijk geweld. Vorig jaar zijn er bij het steunpunt Huiselijk Geweld 1426 meldingen binnengekomen. De actie moet ervoor zorgen dat het taboe op huiselijk geweld wordt doorbroken.